Hoi, ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn kasten schoonmaak. Ik heb dit al een tijdje niet meer gedaan, dus ik wilde het nu weer even doen. En ik vond het wel leuk om op het video op te nemen, zodat jullie ook kunnen zien hoe ik het doe. Ik hoop dat de camera goed staat. Ik krijg hem nog niet helemaal goed, maar ik probeer het gewoon even om zo te laten zien. Wat heb je nodig? Een kom met lauwer water. Een milde shampoo. Ik gebruik nu een mini van Switzo. Je kwasten natuurlijk en een handdoekje om ze op te laten drogen. Nou, je begint dus eerst met warm water. Wat ik daarna doe is ik pak wat van de baby shampoo. Daar doe ik wat van in het water. Hoeft niet altijd. Je kunt trouwens ook andere milde shampoo gebruiken. Dat maakt niet zoveel uit. Ik gebruik nu deze. Dan pak ik een kwast. Ik gebruik nu mijn poederkwast van de Body Shop. Dan ga ik daarmee in het water en daar ga ik mee ronddraaien. En zoals je ziet komt er echt best wel veel troep van af. Het hele water wordt gewoon wit. Gewoon goed ronddraaien als je eventueel zegt van het water wordt echt te vies. Wat ik denk dat ik dat dadelijk ook ga doen. Dan doe ik dan nog even wat schoon water erin. Als je denkt dat die goed schoon is. Zorg trouwens ook dat je... Ik sta nu in mijn keuken, maar dat je wel bij een kraan staat. Ik kan het nu even niet laten zien, omdat mijn kraan niet staat daar. Maar dan kan ik het even niet... Maar wat ik dan nog doe, is dan spoel ik... Knijp het even uit, dan spoel ik hem nog even af. Waarom doe ik dat? Om alle restjes baby shampoo uit je kwast te krijgen. Dus deze is nu schoon. En die leg ik hier op de handdoek te drogen. Dan pak ik mijn volgende kwast. En dan ga ik zo al mijn kwasten doen. Dit is mijn foundation kwast. Ook van de Body Shop. Dus ik denk dat hier ook wel wat troep van afkomt. Kijk, het water is nu gewoon helemaal bruin. Dus ik ga... Zo even nieuw water pakken. Spoel ik deze af. Ik vergeet vaak mijn kwasten te wassen. Of tenminste vaak, ja. Je moet het echt doen, anders nou, krijg je nu wat ik nu heb echt gewoon helemaal bruin water. Zo, dan heb ik nu weer schoon water gepakt. Daar ga ik weer wat baby shampoo in doen. Maar eigenlijk gewoon weer precies hetzelfde. Zo. Dit is mijn blushkwast van de Kruidvat. Die heb ik nog niet zo heel vaak gebruikt. Dus het zal wel meevallen hoeveel je ervan afkomt. Het valt inderdaad mee, gelukkig. Dus die hoef ik ook niet zo heel erg lang te wassen. Ik heb op zich niet zo heel veel kwasten, dus het scheelt weer. Oh, ik denk dat ik er één vergeet. Dit is mijn oogschaduwkwast. Daar ga ik ook even mee in het water. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt wel meerdere manieren. Je kunt ook gewoon eerst het shampoo op je hand doen. Je kan je kwast daar doorheen halen en dan uitspoelen. Maar ik vind dit toch... Als ik al mijn kwasten wil doen, wel het feest. Dan heb je één bak nodig en dan kun je het daar gewoon weer mee doen. Dit is mijn swatcher trouwens, ook van de Body Shop. Hij is een beetje kapot aan het gaan, dus ik moet eigenlijk een nieuwe kopen. Maar ik gebruik het nu even om te laten zien hoe je het kan wassen. Zo, spoel deze weer af. Dat is dat. En dan laat ik ze nu allemaal op de handdoek, zoals je ziet, helemaal drogen. Nou, dit is hoe ik mijn kwasten was. Zoals ik al zei, je hebt wel meerdere manieren om het te doen. Maar dit vind ik een van de praktischste, omdat je echt maar één bak nodig hebt en dan gewoon al je kwasten kunt doen. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben en ik zie jullie snel weer. Doeg!